Nou, Satelliet Meubelen is een handelsbedrijf voor horeca meubilair in de basis, maar met een enorme ontwikkelingskracht. We doen hospitality meubilair, dat is gastvrijheidsmeubilair noemen wij dat, daar waar gastvrijheidsbeleving een factor is. Dat is niet alleen een horeca, dat is niet alleen een hotel, café, restaurant, dat is zeker ook op een school, daar waar de studenten naar intensief studeren, tussen de middag een goede lunch moeten hebben. Dat is ook in de office, dat is ook in de zorg. Daar waar mensen een verblijf hebben, langer als een uurtje, is gastvrijheidsbeleving erg belangrijk. Dus die markten bedienen we met een eigen collectie die we zelf ontwikkelen. Dat doen we in Nederland vanuit 4 showrooms, waar beleving plaatsvindt. En we de relatie mee willen nemen in dat wat het uiteindelijk moet worden. En we doen het in Europa vanuit 9 bedrijven, samenwerkingsbedrijven, zodat we ook aan de internationale kant onze relaties kunnen bedienen. Denk het aan de Starbucks'en van deze wereld, de McDonald's'en, de Burger King's, Laplace's, welke dus over de grenzen heen gaan en het niveau willen hebben wat ze in een bestaand land ook kunnen ervaren. Je moet je voorstellen, je bent aan iemand voorgesteld, je hebt kennis gemaakt met iemand en na 2 dagen heb je afgesproken om na 2 dagen met elkaar weer in gesprek te gaan. Maar dat gebeurt niet. Dan voel je je dus eigenlijk niet erkend. Dan voel je je niet gewaardeerd. Dan voel je je niet de persoon die eigenlijk de waarde heeft voor de relatie. Nou, daar kan CRM ons uitstekend in helpen. Sterker nog, hij moet er ons in helpen. Niet zozeer dat wij onze agendas niet kunnen beheren, maar op het moment dat ik de klant terugbel, moet ik ook de informatie kunnen verstrekken die we afgesproken hadden. Moeten we met elkaar verdere stappen kunnen gaan zetten om uiteindelijk tot een proces van orde te kunnen komen. En dat is nou precies waar het CRM-systeem ons mee gaat helpen. We hebben vroeger een CRM-systeem gehad, los van ons financiële systeem en ons logistieke systeem. We hebben ervoor gekozen om, toen we Navision Dynamics kochten, om dat CRM-systeem toe te passen wat erin zat. Dat was niet toereikend, we wilden verder. En hebben dus CRM Microsoft Dynamics als module erbij gekocht. En hebben aangegeven wat onze wensen waren. En de wens is eigenlijk op het moment dat het eerste contact ontstaat met een relatie of een prospect, dan moet je die klant kunnen blijven volgen. Maar de klant verwacht wat van je en jij verwacht wat van de klant. En daar moet het systeem ons in helpen. Alle systemen hebben dit in zich, want het is de kern van CRM. Hè? CRM zegt het ook, het woord. Echter, niet één systeem kon beantwoorden aan het feit dat ik de flow opstart om de klant te volgen, de relatie te volgen, en ik mijn actie afrond, dat ik dan verplicht word om een volgende actie aan te maken. Ik kan het systeem niet uit. Dat klinkt allemaal een beetje belerend, maar het is een enorme ondersteuning voor al mijn collega's in het verkooptraject om het optimaal te doen en alle processen te volgen, zodat je uiteindelijk tot een beter resultaat gaat komen. En daar zijn wij met Prodware heel goed uitgekomen. Maar wij doen onze offertes en orders compleet in het Navision systeem. En normaliter doe je de offerte ook in het CRM systeem. Maar door de manier omdat wij met een icon systeem werken, een productconfigurator, er enorm veel data's gekoppeld worden aan elkaar, is het eigenlijk onmogelijk om dat ook weer in CRM te bouwen. Dus als wij onze financiële gegevens en operationele gegevens ten aanzien van orders en offertes, die halen we uit Navision. En Navision communiceert wel met ons CRM-systeem. Wij zien dus wat de openstaande posten zijn. We zien wat de lopende orders zijn. We zien welke service er eventueel plaatsvindt. Dus we krijgen de data's binnen in CRM. En als we verdiepen, duiken we Navision in. Toen hebben een aantal partners uitgekozen om mee in gesprek te gaan en ons uiteindelijke doel van de flow op te kunnen starten en te kunnen blijven volgen. En uiteindelijk heeft Prodware ons daar het beste geboden. In ieder geval het gevoel gegeven, hey, wij snappen wat jullie bedoelen en we kunnen het bouwen voor jullie. Nou, wat wij gedaan hebben is, voordat wij met Prodware echt diep de materie ingedoken zijn, hebben we heel veel commerciële mensen, onze coaches noemen wij dat, verkoopleiders, erbij betrokken. Wat is de behoefte? Ja, die behoefte hadden we uiteraard inzichtelijk gemaakt, anders waren we niet met Prodware in gesprek gegaan. Maar je krijgt feedback van Prodware en daar waren de reacties van de coaches erg belangrijk in. Dus het ICT-verhaal heeft onze ICT-afdeling volledig gevolgd. Het was een samenwerking tussen ICT, finance, want dat is er ook aan gekoppeld, en commercie. En met z'n drieën hebben ze dat traject aangevlogen. En de implementatie is wat dat betreft goed gegaan. We hebben nog veel energie nodig om het bij onze medewerkers helemaal ingebed te krijgen. Dat is een andere manier van denken, een andere manier van werken. Maar de eerste resultaten dienen zich aan. En voornamelijk de managementinformatie biedt ons erg veel, waardoor we door kunnen schakelen.
Dus wij zijn content met de implementatie. Uiteraard is het zo dat de relatie niet meer verloren gaat. Dat klinkt gek, want we zijn allemaal met business bezig, maar in de drukte van de dag kan het wel eens zijn, ik vergeet hem terug te bellen, ik vergeet die offerte te maken of ik ben te laat. Allerlei redenen ervoor. Het systeem ondersteunt ons daarin, zodat dat niet meer gebeurt. Dat is winstfactor 1. Winstfactor 2 is dat we heel goed kunnen benchmarken met onze rayons, want we werken met een buitendienst van 20 commerciële mensen, hoeveel rondes iemand nodig heeft om uiteindelijk tot het resultaat te komen. Het resultaat moet een order zijn. Degene die maar 2 rondes nodig heeft, in plaats van degene die 4 rondes of 5 rondes nodig heeft, gaan we buddyen aan elkaar. Van hé, waarom komt het dat jij in 2 keer de order hebt en jij 4 of 5 keer nodig hebt? Daarmee zit een enorme kwaliteitsslag. Zonder dat we externe adviseurs en trainers nodig hebben. Want we hebben gewoon hele goede mensen in huis. Het is vaak even de methodiek die je onder de knie moet krijgen. Ook daarin geeft CRM ons waardes, cijfers die ons veel brengen. Dat is een stuk managementinformatie. En daarnaast is het zo dat we heel veel feedback van onze commerciële mensen krijgen. Dat ze het systeem erg waardevol vinden. Het is niet dwingend. Het is prettig om mee te werken. Iedere nieuwe systeem heeft natuurlijk zijn bottlenekjes. Maar daar zijn we intussen wel overheen. Dus voornamelijk ook de feedback van onze collega's die het prettig vinden om met het systeem samen te werken.